Wij organiseren hier vandaag een vluchtelingenkamp voor de tweedejaars, tweedejaars secundair onderwijs. En dat wordt georganiseerd door de tweedejaars leerkracht secundair onderwijs. Wat is dat onderwijs? Dat is niet alleen maar mijn vak geven, maar dat is ook de leerlingen iets bijbrengen, de leerlingen laten nadenken over wat gebeurt er allemaal in de wereld en wie ben ik en wat is mijn opdracht hier als leerkracht. En nu hebben wij op voorhand met de leerkrachten samen overlopen van wat is dat nu eigenlijk vluchteling zijn. Zij hebben documentaires gezien, Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en Handicap International heeft dan allemaal informatie gegeven uit eerste hand. En nu proberen zij dat te vertalen naar de leerlingen toe. Ze proberen een rolspel te spelen waarbij ze zelf aan de lijve ondervinden wat er gebeurt. Als daar een bel of een luchtalarm gaat, dan moeten ze allemaal op de grond gaan liggen, gelijk het dicht zou zijn. Ik vind het heel knap ineengestoken eigenlijk. Dus jullie krijgen subiet van mij, maar het is nog niet klaar. En dan een beetje noedels, dan hebben jullie toch al iets gegeten, want jullie zijn waarschijnlijk al heel lang op de vlucht. Ja, al zeker. Het is echt heel moeilijk in een vlucht, nee. Ik heb maar probeer zeker aan je voeding te komen, want als je weken aan een stuk weinig voeding hebt, de meeste mensen sterven op die manier. Ik speel eigenlijk een vluchteling, voormalig vluchteling van Afghanistan, die hier als vrijwilliger verkoopt. En ik kan de leerlingen uitleggen hoe ze, of de vluchtelingen uitleggen hoe ze juist eten kunnen verzamelen. Om toch uit te leggen van in de winkel vind je heel weinig, het is enorm duur. Mensen zijn in nood, mensen zijn in conflict. Ze hebben het echt wel nodig om efficiënt aan eten te geraken. We hebben jullie nodig, zeg maar. We hebben jullie nodig. Dus bij mij kunnen ze terecht voor die uitleg. Ik kan ihnen een beetje insight information geven, hoe dat ze gemakkelijk aan eten komen. Ze zijn echt heel gemotiveerd. Het is echt heel tof om te zien. Wij zijn hier van het tracing team en dat is zo'n beetje een simulatie van het opzoeken van mensen die elkaar kwijtraken op de vlucht, elkaar terugvinden. En hier komen ze dus berichten en zo invullen en dan komen ze hier geregeld een keer terug om te kijken, bijvoorbeeld de persoon die ik zoek, is die al geweest, is die nog niet geweest. Jij bent Bastiaan Thomas uit Waals-Brabant. Je vult je eigen gegevens in en de gegevens van de vermiste persoon. We zijn een beetje verder geraakt, maar om de... Weg! Give me your passport. De functie in het spel is mee patrouilleren, dus zien dat alles goed verloopt. En we natuurlijk mensen oppakken die iets verkeerds doen. Laten we nu zeggen dat als ze iets stelen, moet ik ze oppakken en in de gevangenis steken. Grenscontrole in aanhang voor mij. Papieren in linkerhand. Papieren. Paspoorten. Paspoortcontrole. Aan linkerhand! Op uw knieën! Op uw knieën! Wij zijn de grenscontrole. Dus de mensen komen van de gevangenis. En daar wordt hun paspoort gestolen van de familie. En wij ondervragen degene zonder paspoort. Waar is je paspoort? Ze hebben mijn papieren gestolen aan die dingen. Ja. Dus hebben ze niet teruggegeven. Jij mag direct in de tent. Oh, tof, zeg. Ik mag direct wel een tent tegen. Geen paspoort. Geen paspoort. Op de knieën allemaal. Oeganda! En een beetje sneller! Sneller! Zet u neer in het paspoort. Wij zijn de douane. Normaal gezien de douane van naar een ander land te gaan, maar ja, omdat dat niet in het spel past, doen we douane voor het binnenkomen in het vluchtelingenkamp. Zo, dus ja, om aan te tonen dat ja, dat vluchtelingenkamp dat er eigenlijk vol zit is, dat er niet genoeg eten is, dat niet iedereen naar binnen gaat, dat er heel veel zijn die daar buiten moeten blijven staan in de kou, ja, die daar eigenlijk gewoon gaan sterven. Hè. Zo, dat ze daar een keer over gaan nadenken, dat dat niet zomaar is. Ah ja, we komen daaraan, het mooie plaatsje, tentje, eten. Dat is niet zo.
Het is de bedoeling dat ze echt bang hebben en dat ze ook beseffen dat die mensen dat meemaken. Dat ze meebeseffen, dus eigenlijk meeleven met die personen. Dat ze niet denken van dat zomaar, zoals elke neef zit, dat niet zomaar alle gemakkelijk is, komt binnen en alles komt wel in orde. Bon, wat is uw naam? C'est pas tout, je pense, hè? Nico. Bert van Hoofd, hoe oud zet je Bert? We hebben problemen met onze eigen leeftijd te herkennen. Ça m'a l'air en ordre, tout ça? Heb je een probleem met een verslaving toevallig? Wat met là-bas? Een beetje. Zit je graag aan een alcohol? Ja. Dat daarmee dat je leeftijd niet meer weet of zo? Ja. Hé, le prochain! Ja, allemaal ja, ja, ja. Ja, maar ja. Dat gaat er niet, hè. Wat kom jij hier doen? Bête, sors ici. Ik heb malaria en mijn koning uit mijn land is gevlucht. En het zijn daar oorlogen. En nu zit ik hier in de douane. We zijn al moeten gaan bij de, bij de voedingspost. En ook bij de tracingpost. En we zijn ook al in het gevangen beland allemaal. We zijn gelukkig wel ontsnapt. Ik vond dat toch wel intimiderend. Omdat die mensen daar zitten met hun geweren. Alleen daar wordt je toch een beetje bang van. Wat vonden jullie ervan? Tof, super. Tof? Ja. Is dat de bedoeling van een vluchtelingenkamp dat dat tof moest zijn? Nee. Nee, toch niet. Ik ben blij dat ik thuis ja, zeker. En meer. Maar ja, je weet dat nep is, dus dan ga je dat tof vinden. Welke positieve en negatieve ervaringen kan je zo nog bedenken van de... Wat heb je meegemaakt? De gevangenis. Als je denkt aan de actualiteit van vluchtelingenkampen, als je eens naar het nieuws kijkt, aan welke gebeurtenissen denk je dan? Maar zijn er op dit moment wordt er veel over vluchtelingenkamp gesproken. Congo. Gaat in Congo? Ja, stap, ja. Ja, Congo. En nu dat je zoiets een vluchtelingenkamp hebt meegemaakt in levende lijven, heb je daar een ander beeld van? Ja, nu is het vast met die mijnen, maar stel je voor dat je daar echt zou opstappen? Wat is het verschil? Wat was je beeld ervoor en wat is het beeld nu van? Het beeld is gevonden. Dan denk je daar zo gewoon aan. Ja. En nu is dat zo van oei. Hoe had je dat anders voorgesteld? Ik had dat minder erg voorgesteld. Ja, minder erg. Je moet weten, zoals in Oost-Congo, dat daar altijd gevaar kan zijn. Hè. En dan wordt alles bij elkaar genomen en moet iedereen in paniek verhuizen. Dus omdat de oorlogssituatie zich verplaatst.